Dames en heren, alle hartelijk welkom. Al diegenen die Den Haag zien als fenomeen, als merknaam, die hebben behoefte aan een beeldmerk. Een beeldmerk wat niet alleen voor ons van belang is, maar wanneer anderen dat beeldmerk zien, men automatisch denkt, dat is Den Haag. Dat is Den Haag, internationale stad aan zee. Stad van vrede, recht en veiligheid. En ik moet zeggen, we hebben een fantastisch beeldmerk gekregen. U zult dat zien. Is de 070? Hoor die handen van me hoog, die man als een laag. 070? Kom op, dem, ha, dem, ha. Als je geen gezin is, zo nucleair is de familie. Marketing heeft als doel om Den Haag, met name nationaal en internationaal, beter op de kaart te krijgen en ervoor te zorgen dat er meer toeristen naar Den Haag komen, meer bedrijven en nog meer internationale organisaties die we al hebben. Dus daarvoor gaan we de vlieger van Corbijn gebruiken, die straks zal worden onthuld. Waar ik trouwens heel trots op ben dat Anton dat heeft gemaakt. Maar de ooievaart blijft natuurlijk gewoon altijd in Den Haag. Een applaus voor Anton Corbijn! Er zit de zee in, er zitten de duinen in, er zit een referentie aan Victory Boogie Woogie, er zit een referentie aan veiligheid, aan progressie, aan speelsheid en geborgenheid. Veel meer kon ik er niet in kwijt, maar ik hoop dat overkomt en ik hoop dat ik dat vaak mag zien als ik naar Haag binnenkom. Dit is een historisch moment, maar we gaan het nieuwe beeldmerk lanceren. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Oh! Kijk, het is een dames en heren, dit is nou het echte beeldwerk. Een applaus voor Anton Corbijn, want hij heeft het gemaakt.